Welkom en leuk dat je weer kijkt hier bij een nieuwe bierreview van Menno, oftewel Bier met Menno op YouTube. Ja, voor mij is het alweer, ik denk twee weken geleden dat ik een bierreview heb opgenomen. Ik had nog wel voorraad, maar nu gaat de voorraad wel echt heel snel naar beneden. Dus ik dacht vanavond, het wordt tijd voor een nieuwe bierreview in 2 weken. Voor mij dan, hè. Voor jullie gaat het gewoon elke week sowieso één keer. En soms 2 keer, maar nu 1 keer. We gaan weer een barrel-aged bier reviewen hier bij Bier met Menno. Als ik het goed heb uit Polen. Maar dan gaan we straks even zien. Ik weet niet zeker. Moet ik even op de fles kijken. Het gaat om Pintan Barrel Brewing met hun Wisdom Imperial Porter with Coconut. Check it out. Hij komt met een alcoholpercentage van, jawel, 14% aan alcohol. Het is dus een Imperial Porter with Coconut, aged for 15 months in Wild Turkey and Buffalo Trace Bourbon Barrels. 2021 staat hier ook. En dan ga ik even kijken of ik kan zien of dat echt uit Polen komt. Staat dat ergens op het etiket? Denk het niet, hè, want het is, ik gok wel hoor, dat dit Polen is. Pinta is Polen, hè, denk ik. Als het niet Polen is, zet ik het even hier beneden, waar deze brouwerij wel vandaan komt. 330 milliliter flesje. Hij is tenminste best before 7 juli 2023. Nou, jullie kunnen het al raden, gaat hij redden natuurlijk. En ik ben benieuwd. Een PO Porter with Coconut. Ik ben gewoon benieuwd. Heb ik een opener? Ja. Ik doe gewoon even deze opener. Ik vind hem. We gaan eerst natuurlijk een glas erbij pakken. En ik ben benieuwd. Heel klein sisje. Echt een heel klein sisje. Nou, dopje. Zoals jullie kunnen zien. Die leggen we hier neer, want die hebben we niet meer nodig natuurlijk, hè, bij een bierreview. Ik ga hem gewoon inschenken. Hij schenkt bruin uit. Nou, zwart, maar ook wat donkerbruin. En ik verwacht zomaar dat deze schuimkraag weg is. Ook omdat die op vaat heb gelegen en omdat er kokos in zit. Natuurlijk, maar ik probeer een beetje een schuimkraag te creëren. Zoals jullie kunnen zien. Ik denk dat het bier, voor mij is die ook wel zwart, denk ik. Met een beetje een rode gloed hier beneden. Maar voor de rest is die echt wel zwart. Schuimkraag is, wat ik al zei, minimaal. Maar dat komt, wat ik ook net zei, door de vaten en de kokos wat erin zit. Bruin, mooi bruin, beetje, ja, gewoon bruin. Donkerbruin. We gaan gewoon even kijken wat hij doet in de neus. Want ik ben benieuwd of ik de kokos sowieso ruik en proef straks. Nou, 1 ding is zeker. De bourbon ruik ik wel, trouwens. Ja. Ook wat tonen van chocola. Maar ik moet eerlijk bekennen. Kokos. Nee, eerlijk gezegd niet. Dus bourbon, chocola. Dat is het eigenlijk wel een beetje. Ja, weet je, ik ga gewoon door naar de slok. Ik zeg proost. Oké. Had ik dit naar de neus verwacht? Een beetje wel eigenlijk. Ik zeg straks wat ik wil zeggen, wou zeggen. Bourbon proef ik. Chocola. Beetje plakkerig in de mond komt die ook wel over. Maar na de neus geroken te hebben, zeg maar,
was ik ook al een beetje bang dat ik de kokos niet proefde. En die proef ik echt totaal niet. Proef ik echt totaal niet. Terwijl dat ook hier op het etiket staat. Boozy, iets wat boozy is hier. Maar ja, 14%, hè? Wat had je anders verwacht? Heel erg koffie, chocola en de bourbon die ook wel, die komt wel goed terug in de smaak, maar kokos totaal niet. Nee, ik haal hier totaal geen kokos uit, wat ik net zei. Plakkerig in de mond. Hij is ook niet echt warm in de keel, had ik wel met 14% verwacht. Maar goed, weet je wat wij gaan doen, of weet je wat ik ga doen voor jullie? Ik ga naar het eindcijfer. Ja, ik heb genoeg gezegd over dit bier, vind ik. Wisdom van Pinta Barrel Brewing. Ik ga hier sowieso wel van genieten. Want hij is iets, misschien nog iets te koud wel, denk ik. Dus misschien. Ik heb hem denk ik nu een kwartiertje uit de koelkast. Om me erbij. Maar cijfer voor dit bier. Een 7. Een 7 hier bij Bibi Menno. Ja. Kokos komt, vind ik, niet naar voren. Voor de rest vind ik het een prima bier. Laat me even weten of jullie dit bier ook wel eens gedronken hebben. En uiteraard wat jullie ervan vonden. Ben ik benieuwd naar, ja. Dat was hem dan voor deze bierreview. Ik heb er genoeg over gezegd. Vind ik. Social media, hier beneden in de beschrijvingsbox. Like, abonneer als je nog geen abonnee bent natuurlijk, hè. Want dat moet je gewoon doen als je dit filmpje kijkt, vind ik. Hè? En dan zie ik jullie volgende keer weer hier bij een nieuwe bierreview van Bibi Menno. Maar dat komt vast wel goed als je geabonneerd bent. Ik zeg, ik ga ervan genieten. En proost. En tot de volgende keer maar weer.